Ja, volgende week donderdag gaan de stembussen dicht voor de 1 Twente Top 1000. En dan kan het speculeren beginnen over welk nummer op 1 staat. Deze week vragen we bekende kop in de regio naar hun favoriete nummer. Vandaag, hij is de winnaar van The Voice Senior. En heeft muziek geschreven voor eigenlijk de grote muzikanten van dit land. Dames en heren, Henny de Snik Thijssen. Woe! Henny, goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel? Ja, ik was met de telefoon kwijt, dus ik denk, Jezus, kijk, als iemand kon ik hem weer vinden, had ik hem op een of andere stoel gelegd. Ja, en ik heb altijd geluid draag, want ik vind altijd heel erg irritant als ik zit te schrijven dat er wordt gebeld. Maar ik dacht van, straks bel je en dan kan ik niet opnemen. Krijg je dat probleem? Dan leg ik weer onverschillig, snap je? Gelukkig heb je hem gevonden, Henny. Wat leuk om je even te spreken. Dit keer over, nou ja, ook over muziek, maar dan niet per se over jouw muziek. Maar vooral over de muziek die jij luistert als het niet jouw muziek is. Ik weet niet of je dat eigenlijk überhaupt doet, je eigen muziek luisteren. Ja, ik luister heel vaak op muziek omdat ik wil weten wat ik gedaan heb. Omdat ik denk van, wat is dan eigenlijk wel goed? Omdat ik altijd probeer iets te vinden waarvan ik denk van, waarom scoort dit niet? Dat ben ik nog steeds niet uit natuurlijk. Want ja, ik kan daar geen hoogte van krijgen. Er is geen formule. Er is geen formule. En ik denk van naar je eigen muziek luisteren, dat je daar op een bepaalde manier van leert, om kritiek. Ik wil, als ik naar mijn eigen muziek luister, ik wil onder de indruk raken van wat ik doe. En dan zeg je van ja, dat lijkt wel een beetje narcistisch. Maar dat is niet zo. Want als ik er zelf niet van onder de indruk ben, hoe kan ik daar iemand anders overtuigen dat hij dat wel moet zijn? Nee, wel. Worden. Dus ik bedoel, het heeft wel bepaalde, ideeën van waarom ik dat doe. Lijkt dan, Henny, de nummer 1 die jij in, als jij een toplijst hebt, bijvoorbeeld de 120 top 1000, lijkt de nummer 1 op jouw lijst dan ook op jouw muziek? Nee. Ik kan niet zoveel liedjes op doen wat het aan op mijn muziek lijkt. Maar het gaat me meer om wat emotie ervan doet. Ik kan ook wel mijn belangstelling gaan van klassiek of met jazz bij wijze van spreken. En dat is totaal niet te gebruiken in mijn muziek. Maar het gaat er gewoon over. Muziek is muziek. En als het voor mij om emotie geeft, dan kan het een smartlap wezen, dat kan heavy wezen, dat kan klassiek wezen, dat kan van alles wezen. Ik luister echt met hele andere oren naar muziek. En dat heb ik door de tijd ook wel een beetje geleerd. Om ook niet zo kortzichtig te wezen. Ja, en als jij Henny een nummer op 1 moet zetten voor jou als Henny Thijssen, welke zou je dan er op 1 zetten? Wow, je wilde nu al mee kappen met het gesprek, hoor. Gaan we het nou niet zo doen, Henny? Ja, ik heb wat ik heel erg mooi vind, dat is Too Much Love Will Kill You van de gitarist van Queen. Too Much Love Will Kill You. Brian May. Too Much Love Will Kill You. Heb je daar bepaalde herinneringen aan of iets dergelijks? Ja, dat is zoiets. Zoiets? Ja. Ben je er klaar mee, Henny? Nee, maar je kunt echt van te veel mensen houden. Too Much Love Will Kill You. Vandaar ja dat zie je, dat, als ik nu je dat zo zegt, denk ik pas, oh ja, dat is wat de titel zegt. Ik ben dan iemand die luistert naar de melodie en niet zozeer naar de tekst, maar je zegt Too Much Love Will Kill You. Je kunt van zoveel mensen houden dat je van links niet meer weet wat rechts is. Nee, maar ik bedoel, het gaat er ook om van dat je op een gegeven moment je liefde geeft en dat je dingen voor terugkrijgt, dat je bezeerd wordt, dat je stamp je. Het gaat niet alleen maar, ik kijk er anders naar van, dat is niet alleen lichamelijk bedoeld. Dan gaat er gewoon over, je kunt ontzettend gekwetst worden doordat je goed met iedereen meent en dat je de dingen terugkrijgt. Dat je denkt van, nou, is dat nou nodig, zeg, stap je? Mm-hmm. Dat je het is voor mij veel breder betekenis. Too Much Love Will Kill You. Moet ik het nog even opzoeken voordat we het zeggen? Nou, ik denk dat ik het zeker weet. Dat is Brian May, de gitarist van Queen. Ja, Brian May, ja. Maar ja, ik vind dat zo mooi. Hij zong dat voor Eddie, of voor Freddy, zong hij dat, hè. Omdat Freddy is er ook ondergegaan. We zetten hem op nummer 1 voor jou, Henny Thijssen. Too Much Love Will Kill You van Queen. En dat is voornamelijk van Brian May. Dank je wel. Oké, maar ik spreek je nog. Jojo, tot later.